Goedemiddag, collega's. We gaan weer verder. Ik hoop dat, ondanks het uitlopen van de vorige spreker, u toch heeft kunnen genieten van een goede lunch. Ik heb gezien dat velen van u van het mooie weer gebruik gemaakt hebben door het buiten te doen. Lijkt me ook heel verstandig, hè, als je toch al een hele ochtend hier binnen zit. We gaan nog even een beroep op u doen om nog een half uurtje te luisteren naar een interessant verhaal. En daarna gaan we de workshops in, die starten vanaf 2 uur. Ik herhaal nogmaals mijn verzoek om te zorgen dat u op tijd bij de deelsessies bent. En ook weer op tijd vanmiddag, direct na de derde sessie, hier terugkomt voor de afsluiting. We gaan nu starten met een verhaal over de cloud. Het wordt gedaan door Wouter de Haan en Andries Steyer. Dat zijn eigenlijk de mannen van binnen Surf die dit hele traject voor het hoger onderwijs trekken. Ze zullen even kort schetsen wat er zo al op dit onderdeel te beleven valt momenteel. En als het goed is hebben we ook nog wel eventjes een paar minuutjes de tijd voor wat vragen uit de zaal. En daarnaast zijn ze allebei nog aanwezig hier vandaag en schiet ze aan, stel vragen als er dingen zijn die in de presentatie naar voren gekomen zijn die onvoldoende aandacht hebben gekregen. Schroom niet wat dat betreft. Ik geef graag het woord aan Wouter Haan en Andries Steyer. Dankjewel Jan. Goedemiddag allemaal. Leuk om hier te zijn en leuk om jullie te mogen vertellen over wat SURF en wat wij met elkaar in hoger onderwijs en onderzoek gaan doen op het gebied van cloud computing. Wouter en ik gaan dat aan jullie vertellen. Wouter zit daar vooraan en we gaan 3 dingen met jullie bespreken. Wat is dat, cloud computing? En waarom is het voor ons van belang? Dat wil ik graag met jullie bespreken. En Wouter gaat in op hoe we dat met elkaar aan het organiseren zijn in SURF-verband. En zoals Jan al zei, we hopen wat tijd over te houden om daar met jullie nog wat over van gedachten te kunnen wisselen. Ik wil in mijn presentatie met jullie kijken naar 3 elementen. Wat gebeurt er met onze gebruikers? Wat zien we gebeuren met leveranciers? En wat doet SURF? En wat betekent de cloud? En ik wil graag inzoomen op die mooie bovenste plaat. Ik vind dat zo'n mooie foto. Het zegt voor mij alles over de belangrijkste verandering op het gebied van ICT. Kijk nou toch eens. Een oude man met een pet, als een kind zo blij met zijn iPad. En het zegt precies waar we hier staan, dat eindgebruikers steeds meer zelf willen kiezen wat ze op het gebied van ICT gebruiken. En dat kunnen ze ook, want die zijn ICT-vaardig en dat willen ze. En voorheen was ICT, en velen van ons herinneren dat, zeker voor hoger onderwijs en onderzoek, was schaars, was bijzonder. Het is nu in overvloed aanwezig. Als we nu zouden onze zakken leeg zouden moeten maken met alle gadgets, dan zouden we een hele mediamarkt kunnen vullen, zeker in hoger onderwijs en onderzoek. Alle verschillende apparaten zijn aanwezig en gebruikers willen zelf kiezen wat ze daarop doen. Users are choosers. En dat is heel belangrijk voor de cloud en de cloud helpt om dat mogelijk te maken. En ik vind cloud een rotterm. Het is een heel wollig begrip en cloud wordt vaak gebruikt door IT-architecten die als ze een systeemtekening moeten maken en niet weten wat er ergens gebeurt, dan tekenen ze een wolkje. Dat tekent wel waar we staan met de cloud en zet je over grip en controle. Maar voor mij gaat de cloud om dit. Het is een distributiekanaal. Het is een distributiemodel. Het gaat om pakketjes, het gaat om producten. Het gaat om hoe we die producten zo efficiënt mogelijk naar de markt, naar onze gebruikers kunnen brengen. En ik heb een tekening gemaakt om eens te kijken wat nou het verschil is tussen de oude wereld van software distributie en hoe dat met de cloud kan. Laten we eens bovenaan beginnen. Ik heb van mij zo'n laserpijltje. Nou, kijk eens. Hier bovenin, zo ging het vroeger. Een softwarehuis bedenkt een prachtig softwareproduct. Maar om dat bij hun gebruikers te krijgen, moeten er cd'tjes worden geprint. Cd-rommetjes en dozen, vliegtuigen. Een hele distributieketen voordat het bij de klant komt. Een instelling die vaak dat cd'tje moet installeren op een eigen server binnen de instelling. En pas dan landt het op de machines van die gebruikers. Jongens, dat is niet echt efficiënt. Dat kan beter en de cloud staat dat toe. Een softwarehuis bedenkt een prachtig product en die installeren dat op eigen machines, op eigen servers, of ze huren die capaciteit bij een derde partij. En de gebruikers kunnen daar via het internet, prachtig, zeker wij met ons prachtige SurfNet netwerk, razendsnel gebruik van maken.
dat is een heel stuk efficiënter. En dat toont al waarom dat cloud distributiemodel zo belangrijk is en zo in opkomst is. We hebben dit in huis en dit gaat de komende jaren steeds belangrijker worden. Ik wil niet te veel technische termen met jullie delen, maar deze zijn wel van belang. Wat hoor je dan altijd? Software as a service, ja, die softwareproducten worden hier geïnstalleerd op die producten of op die machines. En wat je ook ziet, die leveranciers hebben die servercapaciteit en die zeggen nu tegen ons, weet je wat je doet? Wat je voorheen in je eigen instelling op eigen servers produceerde, nou, breng dat gewoon naar ons toe. Maak van je eigen servers virtuele pakketjes, zet het bij ons neer en de gebruikers kunnen er weer bij. En hier zie je de efficiëntieslag die de cloud mogelijk maakt. Omdat het in feite cloud computing een distributieprobleem is, of een distributieoplossing moet ik zeggen. Want wat staat het ons toe? We kunnen veel sneller over die producten beschikken. We kunnen ook veel sneller over updates beschikken. Het is veel makkelijker om het schaalbaar af te nemen, want je betaalt naar gebruik. Dat zijn allemaal voordelen. Maar er zijn natuurlijk ook minpunten, want je geeft iets op wat voorheen binnen de muren van je instelling zat, waar je controle over had, wat je aan kon raken. Dat gaat nu weg. Dat zit bij een derde partij ergens in die cloud. En daar zie je dat die cloud dan toch weer wollig wordt en misschien soms wel eens een donkere wolk. En precies dat spel tussen die plusjes en die minnetjes, om dat bij elkaar te brengen, nou, dat is wat Wouter en ik de hele dag doen. Laten we eens in gaan zoomen op een aantal producten die inzichtelijk maken dat de cloud er is en die de kracht van de cloud toont. Wie heeft er geen Hotmail of Gmail adres? Geen. Kijk. Nou, ik telde er zo 11, 12 denk ik. Daar nog eentje. Ja. Maar bijna iedereen gebruikt het. Dus cloud computing, jongens, dat doen we al met elkaar vele jaren. In die zin niks nieuws onder de zon. Je neemt het gewoon af, je consumeert het gewoon. Kennen jullie Spotify? Het beste voorbeeld om dat nieuwe distributiekanaal te tonen, want die halen die cd'tjes weg voor muziek. Je hoeft geen cd meer in de winkel te kopen, je neemt een abonnement af. Die mensen van Spotify die hebben alle muziek op hun servers gezet, betaalt 10 euro in de maand en je kan luisteren wat je wil. Je hebt van 4, 5 miljoen liedjes online staan, op je telefoon, je laptop, je kan het overal afspelen. Hartstikke makkelijk, dat is het plusje. En het minnetje is dat als je stopt met betalen, die 10 euro per maand, weg. Je kan er niet meer bij. Dus aan de ene kant gemak, aan de andere kant, ja. Moet je dan een beetje over nadenken wat dat betekent. Wie gebruikt er Evernote? Kijk, ja, wauw. Ik gebruik deze slide al een paar jaar en ik zie ook steeds meer handen in de lucht gaan naarmate ik dus meer door de jaren heen deze slide toon. Ja, is natuurlijk fantastisch. Notities maken, wordt in de cloud bij Evernote opgeslagen, wordt gesynchroniseerd over al je apparaten heen. Voor een eindgebruiker ideaal. Voor een instelling wat minder ideaal, want er gaat dus ook vaak data van de instelling naar Evernote en wat gebeurt daarmee. Het plusje en het minnetje dat je moet afwegen. Ook heel interessant, dat is dat keuzeaspect van de eindgebruiker die wil kiezen. Want bevalt Evernote niet, dan doe je SpringPad. Zijn de SpringPad gebruikers in de zaal wellicht? Een paranoïde. Want mijn tip van de dag, kijk ook eens naar SpringPad, want die heeft een aantal hartstikke leuke dingen die Evernote niet heeft. Dus je hebt keuze als gebruiker en deze producten worden als een freemium model aangeboden. Je krijgt gratis een bepaalde hoeveelheid. Als je meer wilt, dan kun je dat bijkopen. Dus het is heel gemakkelijk om naar binnen te gaan. Je hebt keuze. Dropbox, ja, die wil ik ook nog even doen. Wie gebruikt de Dropbox? Onze universiteiten zien dus echt Dropbox. In de netwerkverkeersstatistieken zien ze dus echt gewoon omhoog schieten. Ik hoef eigenlijk bijna niet meer uit te leggen wat Dropbox dus is. Nou ja, documenten in de cloud, ook weer over al je apparaten heen synchroniseren. Ja, ideaal, hè. Zo moet bestanden uitwisselen zijn. En ook hier geldt weer, vind je Dropbox niet fijn? Nou, tegenwoordig ieder bedrijf probeert om iets Dropbox-achtigs te maken. Microsoft, Google, Spider, ook nou. Pick your favorite. Dus je ziet wat daaraan een variëteit beschikbaar komt. Nou, dit was eigenlijk mijn tip voor de dag. Was SpringPad al een tip? CloudOn. Niet echt een hele creatieve bedrijfsnaam, zou ik zo willen zeggen, van deze club. Maar wat ze doen is heel erg bijzonder. Zij bieden Office aan, Microsoft Office, gestreamd via de cloud. Hoef je dus niet op je computer te installeren. Dit werkt op een tablet. Ga naar die website, je downloadt een appje in de App Store.
Je kan met je Dropbox, door daar bestanden op te slaan, gewoon Office gebruiken. Dus de echte Office, geen namaak Office, de echte Office wordt gestreamd. Dus je gaat zien hoe die verschillende producten in dat distributiemodel samenkomen. Niks meer installeren, zelfs Office gaat via de cloud. En dat is een heel groot verschil ten opzichte van hoe we vroeger werkten. Wij, maar ook leveranciers, zijn in staat dat je kiest. Dat je als instelling kiest voor het ene product. En die keuze die maak je en dan ga je de volgende 5-7 jaar mee aan de slag. Dan moet je zelf lokaal installeren. Dus dat is complex en dat is zwaar. En je maakt grote investeringskosten. Maar het cloud-afnamemodel maakt het dus mogelijk om te zeggen, jongens, in die Pepsi-challenge of in die Coca-Cola-challenge, we kiezen ze allebei. Of we laten onze gebruikers kiezen. En dat is een essentieel verschil, ook voor ons, hoe wij als hoger onderwijs naar die markt gaan kijken. Je hoeft niet meer per se voor die ene partij te kiezen en daar 5-7 jaar aan vast te zitten. Hoeft dus niet meer. Even terug naar Dropbox. Ik heb wat plusjes genoemd. Ik wil nu inzoomen op een minnetje. Wat zit er achter Dropbox? Nou, Dropbox heeft helemaal geen eigen opslagruimte. Dropbox huurt dat bij een andere cloudpartij, bij Amazon. Dus als je als gebruiker Dropbox gebruikt en je denkt een overeenkomst te hebben met Dropbox, maar bij Amazon gaat er iets fout. Maar het is een hele complexe keten. En daar proberen wij ook vanuit Surf grip op te krijgen. Je moet weten wat daar gebeurt. Is dit betrouwbaar? Nu is Amazon sowieso natuurlijk een prachtig voorbeeld. Je begint zo'n online boekwinkeltje. En voor je het weet heb je 450.000 servers. En die ga je dan ook verhuren. En dat is dat infrastructure component die ik noemde. Nou, kom maar. Dus wij kunnen daar als hoger onderwijsinstellingen ook onze spullen zetten. Er zijn natuurlijk veel bedrijven die het inmiddels doen. Amazon is wel goed. Daar worden 90.000 virtuele machineinstanties door klanten per dag neergezet. Op die infrastructuur van 450.000 fysieke machines. Ongelooflijk, ongelooflijk. Dit is een leuk voorbeeld voor ons. Het laat ook zien dat als die data op verschillende plekken komt te staan, hoe anderen daar handig bij kunnen komen. Je hebt een roosterinformatiesysteem. Waarom moet je als instelling zelf al die appjes bouwen? Dat kun je ook door derde partijen laten doen. En ik kwam erop omdat Jan daar een tijd geleden over vertelde wat er bij de Hogeschool Utrecht is gebeurd. En ik heb het inderdaad opgezocht, jawel. Want Jan die is niet van jullie. Die is door een derde partij gemaakt. En die staat in de App Store. En ik kan, of ik daar student zou zijn, een versie voor docenten, kan ik het rooster op die manier bij me halen. Dus het laat zien hoe wij niet altijd zelf de producent hoeven te zijn. Hoe je ook data aan kan bieden en daar weer anderen mee kan laten produceren. En dankzij de cloud en dankzij data wordt dat mogelijk. Wie kent de Google Wave nog? Ja, ik werk bij Surfnet, dat is een technische club. Ja, wij vochten echt om die accounts. En dan waren er weer 5 accounts en dan, jongens. Wij dachten echt, dit is de nieuwe generatie van online collaboration. Ja, tot je dan een account kreeg en dan ging je inloggen. Er is nog het meest simpele Google Wave scherm. Het was zo complex, niemand snapte het. En Google stopte daar dus ook heel opeens weer mee. Dus er waren best wel bedrijven die daarin hadden geïnvesteerd. En Google zei, jongens, loop niet. Laat maar. Dus wat is de continuïteit van clouddiensten? Aan de ene kant weer een mooi product. En het minnetje, daar heb je dus geen grip op. Daar moet je aan werken. En mijn laatste voorbeeld, nou, gaan we even handen doen. Wie zit er op Facebook? Ja. Ja. Je bent niet de enige, hè? Er zitten 900 miljoen mensen op Facebook. Dus nou, dat kun je wel delen. Ik vind Facebook het beste voorbeeld van een bedrijf die enorme schaal en een enorme gebruikersvriendelijkheid biedt, maar waar je ook echt serieuze vragen mag stellen over wat er met die data gebeurt. En het feit dat ze heel veel doorverkopen, dat er ook rechtszaken over spelen. De social network, film die 1,5 jaar geleden uitkwam, laat ook heel mooi de opkomst van Facebook zien. Heel mooi hoe dat dan uit een zolderkamertje, studenten, flat starten. Maar het laat zien aan de ene kant functionaliteit waar je wat mee wil, en aan de andere kant privacy en security aspecten, zeker in Amerikaanse bedrijven. Dat brengt mij bij mijn bruggetje naar het verhaal van Wouter. Want wij willen als Surf kijken waar we de cloud kunnen benutten. En we hebben met elkaar gezegd, en Wouter gaat daar nader op in, cloud first. We willen kijken waar we de cloud kunnen benutten, waar dat kan, willen we dat gaan proberen. Want we zien die voordelen en we zien die kansen. En we zien ook dat je gebruikers keuzevrijheid moet bieden. Dat er dus meer smaakjes zijn. En dat gebruikers die vrijheid van ons eisen.
En we zien ook dat wij als community, zeker zoals we hier vandaag bij elkaar zitten, wij zijn een open community. Meer dan een doorsnee commercieel bedrijf. Er is instellingsoverstijgende samenwerking. We moeten elkaar kunnen vinden. Dus we zullen hier samen moeten optrekken om ervoor te zorgen dat je interoperabel bent, dat je elkaar kan vinden, dat je als gemeenschappelijke community daar gezamenlijk over kan beschikken en dat je die zaken kan benutten. Dus we zullen die cloud en onze instellingen op een hele goede manier met elkaar moeten gaan verbinden. Nou, dat is wat wij met de Taskforce Cloud aan het doen zijn. En het is heel fijn om te merken dat wij als hoger onderwijscommunity ons realiseren dat je om met die grote cloudpartijen te kunnen dansen, en dat je dat samen moet doen, dat je elkaar moet vasthouden in serverband. Maar nou, dat lukt hartstikke goed. Wat doen we dan en waar werken we dan aan? Cloudpartijen, samen staan we sterk, zodat je goede afspraken kan maken over de voorwaarden waarmee je die producten, die cloudproducten in het hoger onderwijs kan gebruiken. Een goede prijs, een goede functionaliteit, we willen duidelijkheid over security en privacy aspecten en we willen interoperabiliteit, zodat wij als open community die spullen allemaal met elkaar kunnen gaan gebruiken. Wij, mijn collega's en ik, praten met heel veel van die partijen en we zijn nu bezig om met die grote clubs afspraken te maken. En ik kon hier helaas vanochtend niet zijn, want ik moest naar Amsterdam. Dat vond ik ook wel leuk, want we hebben daar gevierd dat 11 hoger onderwijsinstellingen, 7 universiteiten, 3 hogescholen en 1 samenwerkingsinstituut, allemaal zijn overgestapt op Google Apps. We hebben een contract met Google gesloten. Daar hebben we die voorwaarden die ik zojuist beschreef kunnen bewerkstelligen. Google is een hele grote club. Die wilde pas met ons praten toen we zeiden, nee wacht even, we zijn niet met 1 onderwijsinstelling, we zijn met 1 miljoen mensen in SURF. En we willen goede afspraken met jullie maken. En dat is gelukt. En dat hebben we vanochtend gevierd. Dat is voor mij ja, het beste voorbeeld van dat je ziet en merkt dat als je samenwerkt, dat je sterk staat. Daarmee wil ik het graag aan jou overgeven, Wout. Dankjewel. Voor SURF werd de cloud echt belangrijk toen we vorig jaar met een groep van ongeveer 12 bestuurders, de bestuurders van de platform voor onderwijs en bedrijfsvoering, naar Amerika gingen en ons daar hebben verdiept in het fenomeen cloud computing. En daar nogal onder de indruk waren van de dingen die gebeuren die Andres net heeft verteld, maar die als je bij Google en bij Microsoft op hun campus komt, wat daar zeer indringend aan je wordt overgebracht. En toen aan het eind van die studiereis de bestuurders evalueerden, was dan ook hun conclusie: de vraag is niet of we de cloud ingaan, maar wanneer en hoe. En laten we dat nou niet over ons heen laten komen, laten we daar niet passief in zijn, maar laten we vooral proberen dat actief te doen, dat gemeenschappelijk te doen, want dan kunnen we de cloud maximaal gebruiken voor waar het hoger onderwijs dat voor nodig heeft. Met die boodschap gingen de bestuurders terug naar huis en letterlijk daags daarna is de SURF Task Force Cloud opgericht met mensen uit SURF van de 3 platforms, dus van onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering, met mensen van SURFnet en met mensen van SURF Market, wat we vroeger SURF-diensten noemden. En die hebben als eerste een position paper cloud computing geschreven. Dat position paper cloud computing zegt: laten we nou met elkaar een cloud first strategie volgen. Dat wil zeggen, als er een nieuwe ontwikkeling is, laten we dan als eerste proberen die nieuwe ontwikkeling vorm te geven in de cloud. Met als eerste keus public cloud, dus diensten die door anderen worden aangeboden waar wij gebruik van kunnen maken, waar Andres net heel veel voorbeelden van heeft laten zien. Maar als dat niet kan, omdat die dienst er niet is, of omdat we die dienst niet vertrouwen, laten we dan als tweede keus gaan voor een community cloud oplossing. Dus voor een oplossing die we met elkaar samen maken. En als ook dat niet kan, nou, dan kun je nog overwegen om op het oude model over te stappen en een eigen oplossing in eigen huis te maken. Dus laten we cloud first doen, laten we daarin samen optrekken. Dat moet uiteraard bij community cloud, want dat vereist samen optrekken, vereist natuurlijk samen iets maken, moet je uiteraard samen doen. Maar ook als we van public cloud diensten gebruik maken, is het buitengewoon zinvol om samen op te trekken. Andres heeft het net ook verteld. Dan kunnen we de goede condities
bedingen als het gaat om prijs en kwaliteit en beveiliging en privacy. Zoveel mogelijk keuzevrijheid voor gebruiker, dat is al betoogd. En als laatste is nog van belang, zegt de position paper, om ons te realiseren dat als we gaan voor community cloud oplossingen, als we gaan voor gemeenschappelijke oplossingen, dan moeten we ook bereid zijn om te standaardiseren. Dan moeten we, en dan bedoel ik standaardiseren in het werkproces wat er onder ligt of wat er boven ligt. Ik ga deze sheet overslaan met het oog op de tijd. Dan houden we tijd over voor vragen. Hoe werken we nou met de taskforce? Of eigenlijk, want de taskforce zelf doet niet zoveel. Die probeert alleen maar wat te regisseren. Maar hoe werken SURF en instellingen samen aan de cloud? Nou, dat doen we in de eerste plaats bij SURFnet en SURFmarket. Door daar heel veel public cloud leveranciers te proberen te contracteren en te koppelen aan SURFconnect. Anders heeft daar niet zoveel over verteld. Maar SURFconnect is een prachtig stukje middleware waarmee we op een hele goede manier public cloud diensten binnenboord kunnen brengen bij de instellingen en kunnen knopen aan onze eigen identity management. Daarnaast hebben we met de CIO's en de directeuren ICT, het CVDeur en de COMIT, afgesproken dat iedere instelling ook gaat werken aan een eigen cloudstrategie. Dus we hebben afgesproken dat in principe aan het eind van dit jaar iedere instelling zelf heeft nagedacht over de cloud en daar een eigen strategiepaper over heeft geschreven. En vanuit de taskforce hebben we dat ondersteund door een template te maken die wordt morgen gepubliceerd. Daarnaast gaan we natuurlijk ook werken aan een gemeenschappelijke cloudstrategie. En dan bedoel ik een gemeenschappelijke cloudstrategie die veel gedetailleerder is dan wat er in het position paper staat. Dus we hebben met het CIO-beraad afgesproken dat we het komende jaar gaan proberen om die algemene ambitie over wat gaan we doen met de cloud, om die concreet te maken en af te spreken, oké, wat zijn dan de domeinen waarop we met elkaar de cloud ingaan en gaan we dan, wat gaan we doen in de public cloud, wat gaan we doen in de community cloud en wat zijn ook de dingen waar we voorlopig van afblijven omdat we daar geen kansen zien. Beveiliging en privacy zijn uiteraard heel belangrijke elementen bij de cloud. Anders vertelde dat ook al. Vandaar dat we nu werken aan een soort 10 geboden, zeg maar een soort minimum eisen die we willen formuleren en die we willen voorhouden aan alle leveranciers. Wil je met ons, wil je met het Hoger Onderwijs Nederland zaken doen, dan zul je aan deze 10 geboden moeten voldoen. Dan willen we zaken met je doen. We zijn uiteraard op alle mogelijke manieren bezig met pilots. De Google pilot is daar een prachtig voorbeeld van. En er wordt inmiddels gewerkt aan het nadenken over vormen van community cloud. Denk aan het digitaal toetsen, waarin het programma toetsen en toetsgestuurd leren aan wordt gedacht. En denk aan opslag en ontsluiten van onderzoeksdata. Ja, en wat betekent cloud dan voor het domein waar wij voor bij elkaar zitten? Voor het domein van de studentenadministratie en onderwijslogistiek. Nou ja, in zekere zin lopen we in dit domein natuurlijk heel erg voor. Want StudiLink is natuurlijk eigenlijk gewoon een prachtig voorbeeld van een community cloud service. Waarin de hogescholen en de universiteiten de handen in één hebben geslagen en samen vormgeven aan die service. Die in de public cloud niet te krijgen is. Overigens is het natuurlijk ook DigiD een prachtig voorbeeld van een cloud service die betekent dat je niet meer zelf je identity management hoeft te doen, maar dat je dat voor een deel gewoon afneemt, in dit geval van de service die door de overheid beschikbaar wordt gesteld. Maar ook in jullie domein, zal ik maar even zeggen, speelt dus de vraag, oké, we hebben StudiLink, maar what's next? Hoe gaan we die cloud ambitie die we met elkaar hebben geformuleerd, hoe gaan we die verder uitbouwen? Nou, dan heb ik al gezegd eerder dat van belang is bij Community Cloud dat je ook bereid moet zijn om te standaardiseren. Want als je niet standaardiseert en het wel in een gezamenlijk proces vormgeeft, krijg je het slechtste van twee werelden. Dus misschien ligt het wel niet zo voor de hand om in het domein van studievolg als eerste verder te gaan met het ontwikkelen van Community Cloud diensten. Maar misschien dat rondom inschrijven we wel een stap verder zouden kunnen zetten in Community Cloud diensten. En naast zeg maar de diensten die we met elkaar kunnen vormgeven in community cloud diensten speelt uiteraard de ontwikkeling die Andres al liet zien, dat er gewoon public cloud leveranciers diensten ontwikkelen en roosterinformatie voor je ontsluiten. En hoe willen we dat dan stimuleren? Hoe willen we daarmee omgaan?
vragen die niet bij voorkeur niet alleen op het bordje van de Taskforce Cloud liggen, maar vragen waarvan wij ook heel erg hopen dat die bij jullie op tafel liggen. En dat we met elkaar nadenken over hoe we voortgaan met gebruik maken van de cloud. Zodat wij door de wolken de zon blijven zien. Jan. Dankjewel, Wouter. Wie heeft er een vraag aan Wouter of Andres over dit verhaal van surf en de cloud? Kijk de zaal even rond. Is niet voor Jan Joker zo snel gepraat. Hè? De bekende afterlunch dip. Het is een ja. Kom even naar je toe. Mag ik even je naam en dan de vraag? Remco Harmsen. Ik heb een vraag. Hoe garandeer je de privacy zoals die door de Nederlandse overheid wordt opgelegd eigenlijk? Als je ziet bijvoorbeeld NS die net weer een boete heeft gehad. Hoe kun je bij een grote partij als Google zoiets afdwingen? Is er eentje voor jou, Wouter, of voor Andres? Verdelen jullie dat zelf even? Ik begin en Andres corrigeert of vult aan. Okay. Garanties zijn natuurlijk moeilijk te geven. Maar dit is wel absoluut een voorbeeld waarin we dus hele goede voorwaarden moeten bedingen bij een cloudleverancier. Meer nog dan in de oude situatie. Overigens ook in de oude situatie was privacy natuurlijk een issue wat niet altijd goed geregeld was. Maar zeker als je dus in een keten met meerdere partijen gaat samenwerken, zul je in de keten, over de hele keten heen, goede afspraken moeten maken. Waarbij in het fenomeen van cloud computing ook nog het bijzondere speelt dat heel veel cloudleveranciers in de public cloud van Amerikaanse huizen zijn. En we daar te maken hebben met dingen als de Patriot Act. En we zijn dus bijvoorbeeld bezig met een onderzoek. Er wordt op dit moment onderzocht in onze opdracht. Wat betekent nou precies die Patriot Act voor ons en hoe moeten we daarmee omgaan? Waarbij overigens onze stelling is dat 100% privacy garanderen waarschijnlijk niet verstandig is, want dan zetten we onszelf volstrekt klem. Maar we zullen dus moeten zoeken naar wat zijn de redelijke garanties die we kunnen verlangen en die we willen verlangen. Wouter, als ik aan mag haken in dit specifieke geval wat bij Google geldt en ook bij andere grote leveranciers. Dus wie controleert wie en wie controleert wat? En als wij aan Google vragen, of als een universiteit dat vraagt, we nemen die dienst bij je af en mogen wij volgende week even in de serverruimte komen controleren of alle kabeltjes goed zitten en er geen data lekt, dan zal Google zeggen, nee, dat willen we niet. Want dan krijgen ze iedere dag een buslading vol met mensen die daar over de vloer willen lopen. Het gaat erom heel goed met elkaar te definiëren, dus ook met Google, wie hen gaat controleren, op welke wijze, welke afspraken en welke standaarden we daarover maken. Daar hebben we afspraken over vast kunnen leggen. Maar daarnaast zitten we nog steeds met Google, en dat zullen we ook met andere leveranciers doen, in een discussie. We staan aan het begin. Het is goed genoeg om er nu mee aan de slag te gaan. Maar we hebben in dit specifieke geval een aantal vragen voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens. Een aantal passages die Google hanteert, die Google op de ene manier uitlegt en wij op de andere manier. Hoeft niet goed of slecht te zijn, maar nu heel specifiek met elkaar weten waar je aan toe bent. En in jouw specifieke vraag kijken wie Google gaat controleren op welke momenten. Dat zijn zaken die je heel goed moet afspreken. Maar dus ook typisch een voorbeeld waarvan je zegt van dat is iets wat je als hoger onderwijs gezamenlijk moet oppakken. Ja. En niet als individuele instelling, want dan ga je er niet uitkomen. Ja, en dan zullen wij het zelfs nog aan derde partijen voor moeten leggen. Dit moet op Europees niveau, maar een college bescherming persoonsgegevens die voor Nederland als geheel werkt, kan dan ook helpen. Het mooie is dat Google dat ook toejuicht, ziet dat ze de dialoog aan zullen moeten gaan. Dus ook wij zullen, omdat we nu in een kopgroep zitten, daar de eerste zijn die tegen die zaken aanlopen. Nog ruimte voor één vraag? Nee? Dan laten we het hierbij. Dan hartelijk dank voor jullie presentatie en de toelichting. Graag een applaus. En dan beginnen we nu met het programma van de workshops en de deelsessies. Ik wens jullie allen een hele boeiende middag. We zien elkaar terug hier vanmiddag om 18:00 voor een ludieke afsluiting.